Welkom bij een nieuwe video bij Squad. Ik ben hier met nog iemand, hij wil niet in beeld, dus dat houden we lekker allemaal voor zich. We zijn nu in taal vernikkelbedrijf, om heel precies te zijn. In dit bedrijf deden ze vooral dingen vernikkelen, dus denk aan, dat deden ze heel vaak trouwens, van de mappen die jullie thuis hebben met dat ijzer in het midden, dat maakten ze hier allemaal. Van de grootste merken, het hier allemaal gemaakt. Dit wordt waarschijnlijk een best lange video, want dit is alleen al één werkplaats. En dit is zo groot, hele machineparken, die staan hier nog. Voor, eigenlijk voor niks. Ze staan hier eigenlijk weg te rotten. Het is best een bijzondere locatie, dus ik ga verder in de video, wij gaan verder exploren. En ik zie jullie zo meteen weer bij het volgende gedeelte van het gebouw. Nou, we zijn in de kleine centrale opslag. Hier ook staat alles gesorteerd. Drukwerk, materiaal, voorschrijf. Alles wat ze hadden, dat konden ze hier ook terugvinden. Hier zo nog allemaal onderdelen. Naamstempels, alles. En jullie zien ook dat het gewoon oneindig is. Alles wat ze hier maakten, hadden ze gewoon onderdelen van. Filters, alles. Gewoon voor elke machine ook. Was er gewoon onderdelen aanwezig. Slangen. Ik kan het zo gek niet bedenken of hun hadden hier alle reserveonderdelen, alle machines. Tot in de kleinste details hadden ze hier gewoon schroefjes, schoonmaakmateriaal. Hier liggen ook iets van oordopjes, hele voorraad. Zekeringen. Maar we zijn nog lang niet klaar, dus ik ga jullie niet langer laten vervelen in deze ruimte. Wij gaan wel snel door naar de volgende. En dan zien we jullie over een paar seconden alweer. Zo gaat het gewoon in video bewerken land. Aangekomen in de volgende ruimte is dit een grote materialenopslag. Hier zijn ze ook heel veel onderdelen, net zoals bij die andere, alleen dan allemaal net even iets groter. Materiaalbuizen, reservevoorraad met bakjes of wat ook is. Ook hebben ze nog een hele grote zekeringen. Kast. En hier ook gewoon echt alles. Bakjes, onderdelen, pompen. Reservebollen voor op de lampen die waarschijnlijk ergens in de intro hangen. Hier nog voor degene die het kennen. De oude installatiedingen, de floppies. Ik ga zo nog even naar de meterkasten. Laat ik jullie ook even zien. En dan gaan we weer heel langzaam naar de volgende ruimte. In deze kleine ruimte was een beetje het kantoortje van het magazijn. Waarschijnlijk omdat het best een groot bedrijf was. Maar dan zie je gewoon echt een centrale dienst die alles hier. We zijn niet als enigste in dit gebouw. Ik denk ook niet dat het beveiliging is, maar waarschijnlijk ook zwervers of urbexers die ook gewoon een kijkje nemen. Inmiddels zijn we weer in de machinekamer
ruimte ingekomen. Nou, hier stond echt alles qua machine van dit bedrijf. En ik denk ook best, dit was niet de schoonste afdeling van het bedrijf. Hier werd gewoon echt, de zware dampen en zo werd hier waarschijnlijk geventileerd en et cetera. En zo een beetje aan de regelgeving te voldoen. Want we weten allemaal dat het niet het meest gezonde werk was. Aangezien vernikkelen, het is gewoon een beschermlaag of een glimmend laagje aanbrengen op metaal. En dat kan af en toe nog best een chemisch proces zijn. Er staan hier ook echt, weet ik veel chemicaliën. Luchtzuiver. Sorry. Luchtzuiveringen. Echt bizar veel om op te noemen. Nou ja, zoals ik net al zei, dit bedrijf had alles tot in de details na. In details na had het bedrijf echt alles op voorraad en ook echt heel mooi. Een kapsysteem van Shell. Nou was het ook wel nodig, want het zijn gewoon zware stoffen. Die kunnen ze niet zomaar door de grond laten rondslingen. Dus al die dure en vooral ook specifieke dingen was ook wel nodig, want dat gewoon je plicht als bedrijf om alles op orde te hebben. Ondertussen hebben we weer wat andere urbexers gespot. En dit is dus de magazijn geweest van de fabriek. Hier al werd gewoon echt alles gemaakt en gedaan. En zelfs de dozen met de handel staan er nog. Dit is gewoon één van de hallen. En dit is pas magazijn 1. Nou, we zijn nu weer in een ruimte gekomen. Liggen de producten die ze hebben gemaakt. Allemaal van die ordnermappen, hele partijen. En wat dit was, weet ik niet, maar het is wel allemaal een heel leuk en vet gebouw. De video gaat een klein beetje kriskras, er zijn mensen tegengekomen. Geen kwade mensen trouwens, gewoon urbexers, dus dat komt allemaal goed. Deze band liggen allemaal van dit soort dingen. En daar werd waarschijnlijk deze dingen van de multimap uitgepest. En ze zijn er waarschijnlijk veel meer, zoals we hier zien. En hier kwam het eindproduct aan de zijkant eruit. Ja, hoe gek het ook weer blijft, we gaan gewoon weer door naar de volgende ruimte van het gebouw. En ook weer een mooi kantoortje. Uitzicht over de fabriek. Een hele onderdelenkast vol met van alles en nog wat. We staan nu bij eigenlijk bijna het hart van deze fabriek. De grootste machine die alles hier mogelijk maakt. Deze machine die zorgt er gewoon dat alles gewoon een coating had. Hier al liggen alle trommels. Dat noemen we dan trommels. Daar zitten allemaal metalen onderdelen in die niet gecoat zijn. En dan werd hier al per bak ging het zo via het hijskraantje die ik zo laat zien, ging het een fase in van behandeling. Hier hadden we reinigen met trommel zoutzuur. Dus zo werd alles heel netjes. Hier kwam nog iets van ontvetten in. De afkook. En nu ik het zie, waarschijnlijk werden kleine dingen ook nog in deze trommels gedaan. Om vervolgens te worden behandeld naar de volgende. Het valt ook op. Er zijn meerdere dezelfde trommels, dus ik denk dat ze meerdere processen gelijktijdig aan behandelen waren. Nou, hier hadden we spoelbakken.
Hero is een, wat is het? Hey. Een, hier kon je gewoon wat doen. Oh, ik denk als er wat was met die trommels, kon je zo hier, dit kraantje waar ik net over had, kon er zo boven, hierboven hangen, kon je zo bijvoorbeeld reparatie uitvoeren aan een trommel of onderhoud. En zo ging het hier ook, activeren, zoutzuur, nog een keer spoelen. Hier gaan we een iets ander proces in en hier stopt het wel, want ja, het staat hier ook een klein beetje wankel, wankel. Het is trouwens geen lekkage wat hier allemaal ligt van mos, maar het is al die roest en dingen, dat is van de chemicaliën die hier werden gebruikt. Naast de grote machine die de fabriek draaiend hield, hebben we hier ook nog een klein laboratorium. Nou, we zijn nu bij de andere machine gekomen. Net stonden we daar, nu staan we hier. En hier ook ging dus ook weer allemaal in een proces. En dan eindigde het hier. En dan werden daar de trommels, of hier, werden leeg gegooid. En als je dan klaar bent met dat proces, dan heb je een eindproduct die je vervolgens bij de HEMA ziet liggen. Nou, en we lopen nog steeds aan het einde van de band. En hier had je dus zo de bediening van de band. En dan kon je zo het eindproduct, als je twee soorten had, kon je de ene zet je hier de krat neer. En die krat, die weet ik waar je neerzet, dat maakt niet uit. Die krat neem je als die vol zit, neem je mee naartoe. En dan heb je zo je product ontwikkeld. En hier lopen we dan zo tussen het proces van de loopband. Oh, staat er wat. Net zoals hier ook. Laat ik even dit pakken. Deze mappen zijn hun gemaakt. De mappen die wij bij de HEMA waarschijnlijk zullen kopen of bij een ander bedrijf, die zijn hoogstwaarschijnlijk toen destijds, als we toen kochten, allemaal hier gemaakt. En zo is het toch apart, je weet niet, helemaal niks van het bedrijf af en toch heb je dit al gekocht. Uiteindelijk, niet in. Jullie verwachten het niet. Hier waren allemaal kantoortjes. En in de kantoren brandt nog licht. En ook hier ook heb je nog meer lampen. Hop. En uit. Ik denk dat dit ook wel een plek was. Ik denk nog niet van de directeur, want ik denk dat de directeur hoger wil zitten. En dat je dan meer uitzicht over het bedrijf hebt. Toch is het al wel een mooi plekje. Waar ook weer ongetwijfeld papierwerk ligt. Waarom weet niemand. Aangekomen in zowel de theater van het gebouw als de kantine. Konden ze hier altijd tijdens hun werk in een pauze eventjes eten. Nou, dan had je onder meer hier al heel het kookstel. Alle planken, ovens, gasfornuis, koffieapparaten. Hier is er nog een oude spoelwasmachine. Dit was de video. Vond je een leuke video? Laat een like achter. Reageer. Abonneer als je dat niet hebt gedaan. Dan wil je abonneren op een andere kanaal. Zijn bij Urbex en ook nog een andere kanaal. Laat even zeker een like achter en tot de volgende.